Hoi, ik ben Mingfan. Ik ga vandaag inktvis met de zwarte bonensaus maken. Als je toevallig een werkgever bent, moet je niet dit gerecht klaarmaken voor je werknemers. Dan denken ze dat ze ontslagen wordt. Want in Chinees, Kantonees vooral, als je dan zegt, ik ga je zitjoet, hou jou trakteren, dat betekent, je bent ontslagen. Moet niet doen. Wat we nodig hebben, inktvis. Die kun je ook inktvis ringetjes maken, maar we gaan vandaag niet ringetjes maken. Ik heb 2 stuk gekocht. En daarnaast heb ik bosuitjes, bamboe, Spaanse peper en wat paddenstoel. In dit geval heb ik shiitake gekocht. Maar je mag ook gewoon normale paddenstoel gebruiken. Gewoon champignons, kastanje champignons, gewoon normale champignons. Rode paprika. En heb ik hier al wat zwarte bonen al geweekt in de water. We gaan beginnen snijden met inktvis. Zo. Dat is een groot stuk. Wat je gaat doen is gewoon snijden, plat leggen, snijden, maar niet te doorsnijden. Klein beetje schuin. En nu ga ik de andere kant doen. Zie je? En deze precies hetzelfde. Deze maar ook iets kleiner snijden. Ik heb een pan water gepakt en dan ga ik water laten koken. Want ik gebruik nu natuurlijk bamboe en die moet even van tevoren goed gekookt worden. Dan ga ik bamboe ook in plakjes snijden. Die doe ik in water. Deze even door de midden. Het is heel raar, ik kan geen groene paprika vinden. Bosuitjes snijden. Zo. Ik doe rode pepers erbij, die is lekker pittig. Kijk, zo zien ze eruit. Ja, water kookt goed. Die ga ik nu uithalen. Ook bij de groenten, want ik heb water nog nodig om even snel de inktvis te koken. Water nog even laten koken. Ja, als die kookt, doe ik snel de inktvisjes in. Dan rollen ze gewoon gelijk op. Zie dat ze gelijk opgerold zijn en dan moet je direct uithalen al. Als je te lang kookt, dan wordt het elastisch en dan kun je niet meer doorheen kouwen. Dat willen we niet. Olie. Vergeet de knoflook te snijden. Knoflook. Gember. Het is wat de bonen. Nu laag vuur doen, want anders brand ze aan. Gewoon goed laten bakken totdat het smaakt. Dat je nog ruikt naar de zwarte bonen. Ja. Met de peper erbij. En dan de rest van de groenten. Onderkant van bosuitjes. Sojasaus, oestersaus, beetje suiker, en een beetje water erbij doen, goed laten koken.
Even een paar minuutjes laten sudderen. Lekker. Heel erg lekker. Echt. Shit, wat kan ik kook zeg. Klein beetje aardappelzetmeel met water. En een beetje rijstwijn bij doen. Want het is een inktvis, toch wel een soort zeeproducten. Moet wel een beetje wijn erbij. En die dikker maken. Boshuisjes erbij nog. En nu pas inktvis. Klaar. Inktvis met zwarte bonensaus. Eet smakelijk. Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Dag. Bedankt voor het kijken. Wat een lid van mijn YouTube kanaal.